Hey, goedemorgen. Het is 9:15. Ik heb net mijn tour geboekt. Ik voel me daar super relaxed over. Het is een halve dag tour. Dus om 1:00 ben ik klaar en kan ik weer lekker aan het strand gaan liggen hier in Pipi. Ik heb een mango shake gehaald als een soort pre-breakfast. Want ik krijg ontbijt bij mijn tour. Dus ik ga straks ook nog een keer ontbijten. Ja, super chill. Dat ontbijt was te grappig. Sorry, dat is echt niet mijn ding. Het was gewoon rijst met een soort van wortelkipgerecht. En op zich had ik dat wortelkipgerecht wel willen eten, maar ik heb gewoon echt geen trek in kip. Dus ik heb een banaan yoghurtshake gehaald als ontbijt. En dan ga ik het maar hiermee doen. Trouwens, vinden jullie het eigenlijk wel leuk dat ik zo dingen over voeding tussendoor vertel? Ik weet het, dat niet iedereen daar behoefte aan heeft. Of daar, weet je, misschien denkt van, oh, nou, het is allemaal overdreven hoe je eet of bla bla. Dat kan, weet je wel. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen dingen. Dus als je het leuk vindt dat ik erover vertel, laat maar even weten in de comments. En als je het niet leuk vindt, laat het ook maar weten. Want ja, weet je, ik ben nooit iemand geweest van mensen bekeren of whatever. Dus als jullie het niet leuk vinden om te zien, dan laat ik het ook gewoon vooral niet zien. Jee, daar gaan we! Woep woep. We zijn op Maya Bay en het is net zo toeristisch als overal beschreven staat. Hier is dus de film The Beach opgenomen. We zijn aangespoeld op Maya Bay. Het zand waar Leonardo DiCaprio over heeft gelopen. Eeuw, wat is dit? Het is wel echt heel mooi. Ik ben met twee Braziliaanse meisjes. What's your name? Hi, my name is Marianne. Marianne, what's your name? Fabiana. Fabiana, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Yeah. Wij gaan nu even rondlopen. Blijkbaar kan je hier ook wandelen. Dus we gaan even kijken wat er allemaal te zien valt. Wauw, dat ziet er op zich wel tof uit om zo door de rimboe te lopen. En er kwam net een gast, super flauw, die gilde. Oh, er is een slang naast jullie. Wij natuurlijk alle drie gillen. Was er niks. Dit is de andere kant. Waar je normaliter ook, zeg maar, als je een privé longtail boot hebt, dan kom je vanuit deze kant. En dan moet je dus hier naartoe zwemmen. En dan deze touwen op. Om op het eiland te komen. Het water daar is wel echt prachtig. Zie je dat? Ik hoop dat de zon zo meteen gaat schijnen. Dan ziet het water er altijd mooier uit. Oeh, de zon is gaan schijnen. Dat ziet er wel weer beter uit. Ja, weet je, het is prachtig. Maar gewoon veel te druk. Dit is echt Zandvoort op een warme dag in Nederland. Moet je kijken. En dan zijn we nu nog niet eens in de middag. Heel mooi. Tijd om te snorkelen. Ik ben weer op Long Beach, het echte paradijs. Ik probeerde net naar Lomodi Beach te gaan, omdat me was verteld dat dat nog meer een paradijs is dan Long Beach. Lomodi Beach. De guesthouse eigenaar heeft me deze aangeraden, omdat deze dan nog stiller zou zijn dan Long Beach. En het ziet er op zich best wel onbewoond eilandisch uit. Maar voor ik je vertel hoe dat is afgelopen, gaan we het natuurlijk eerst even over de tour hebben. Na Maya Bay zijn we namelijk naar een lagune gegaan. Dit was echt fantastisch. Vervolgens zijn we langs de Viking Cave gevaren. Die vond ik sowieso. En tenslotte langs Monkey Beach, waar je fantastisch water hebt. Bij terugkomst besloot ik weer zelf op pad te gaan. Ik heb de Braziliaanse meiden achtergelaten, want die gingen een beetje winkelen. En ik had zin om naar het strand te gaan. Lomodi Beach. Ik zeg, de teamsong van vandaag is... Para, para.
paradise. Yeah, baby. En na het succes van Lomo Deep Beach. Nou, het is wel stiller, maar eerlijk, Long Beach is veel mooier. Sorry, ik ga terug. Ben ik weer op Long Beach. Yay, we gaan zwemmen. Lekker weer eten. Ik heb een curry besteld, een spicy curry en een papaya salade. Zoveel trek in. Het is bijna 1 uur. Ik heb weer een date gehad met Stefan, samen Big Bang Theory gekeken. Daarna heb ik ook nog een documentaire gekeken over de Mount Everest en wat er nou zo gevaarlijk aan is. Dat is voornamelijk hoogteziekte en daar ging de hele documentaire over. Als je het boeiend vindt, het is de documentaire Everest, the most dangerous mountain in the world, zoiets. Als je dat intikt op YouTube, dan vind je de volledige documentaire. Morgen gaan we weer terug naar Ao Nang en de dag daarna weer naar Koh Tao. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Wat rusten.